Goed, dames en heren, attentie. Cover talk. Kuiper. Ik dacht aan die Europese expeditie naar Mars. Voor de cover. Nog andere briljante ideeën? Te voort. Tot mijn spijt, ik heb niks. En die dopingdood dan van Ronnie Breda? Ah, dat is flauwkul. Kranten staan er bol van. Eén krant. Zijn mooiste goal was er eentje in eigen doel. Hij was zo stoned dat hij compleet de verkeerde kant stond op te trappen. Dat was in 82. Nou, en blijft toch een goed verhaal. Dood van de voetbaljunk. 2000 woorden. Ronnie was al 8 jaar clean en is toen heel beroerd gestorven aan botkanker. Als je dat verhaal wilt. Nee, spaar me. Zeg, heb jij misschien iets voor de cover? Ik heb contact met wat neofascistische jongeren. Maar dat heeft nog wel wat tijd nodig. Neofascisten, nee toch, hè? Nou, dat was een prachtig onderwerp. Wat is daar zo prachtig aan? Neofascisme is net zoiets als kanker. Niemand wil het hebben, maar iedereen wil wel weten hoe het zit. Dat is onzin. Neofascisme is puur vergif. Dat wil jij verspreiden onder onze lezers. Ja, kom nou, arm. Onze lezers zijn toch geen baby's. Ja, dat soort jongens bestaat toch? Ja, bij de gratie van de publiciteit. Oh, de journalistiek is de schuld van het neofascisme. Van de verspreiding ervan. Ach, jongen, kom nou toch. Elk woord over die lui is er 1 woord te veel. Oké, ik sluit de discussie. Spraakmakend onderwerp, blijkt me wel. Hitler liet de pers ook voor zich kruipen. Jongen, wie heeft het nou toch over kruipen? Zeg maar eens van Zuilen eigenlijk. Zo, even vasthouden. Ik keer een pleister. Nou, dat was het dan, meneer Van Zuilen. U bent toch de meneer Van Zuilen, van de Ster? Ja. Dacht ik al. Waar schrijft u deze week over? Een flauw idee. Over prikzusters. Ze holde, zo hard haar kleine beentjes haar konden dragen, in de richting van de rivier. Haar vlechtjes wapperden in de wind. Michieltje schrok. Hij bleef stokstijf staan en riep: Wendy, hier blijven! Je weet wat tante Daantje gezegd heeft. We mogen niet van het pad af. Er kunnen slangen in de velden zitten. Mam, hadden zij dan ook geen vader? Lees naar Thor. Ja. Maar zijn slangen dan gevaarlijk? Zei Wendy. Ik kom wel een andere keer.
even binnen wat drinken? Nee, ik kom wel een andere keer. Je zit lekker voor te lezen, Lammer. Maar waar kwam je dan voor? Niks bijzonders. Gaan we naar de kinderen toe. Je krijgt nog koud. Ik bel je. Ja? Alles goed verder met je? Hey Dennis. Zeg, wat krijgen we nou? Doe jij hier? De vissen voeren. Is dat voor jou? Nee. Ja, het is zo'n zus. Die moest even weg. Ach, mooie zus om zoiets in de maag te pissen. Hoe heet die? Berend. Ja, net als jij. Ja. Hij, dat kind was van de honger. O ja? Ja, heb je er dan niet van die potjes bij gekregen? Nee, het... Het ging nogal haastig, weet je. Heb jij verstand van baby's? Ja, mijn zus heeft twee. Die moeten ook tegen zijn. Waarom houdt het zo? Ze hebben de pest aan natte luiers. Shit. Nou, als je hem stil wil krijgen, moet je eerst de billen drogen. Ja? Dan zou ik je voeten binnen en hups, benen boven. Ja, maar dat heb ik allemaal niet. Mijn zus was een beetje overstuur, weet je. Kun jij niet wat halen? Nou, zeg het maar. Nou, babyvoer, luiers. Wat zei je ook weer als laatste? Speen. Ja. Nou, anders broers de hele dag. Een fles. Goed. Ja. Nou, en Dennis? Mondje dicht. Trubbels? Nee, maar waarom zou er iemand mee lasten vallen? Huh? En als je terugkomt... We gaan dan eerst even via de redactie en vragen aan Marlies of ze boven komt. Ja, oké. Okay. Ja. En je komt terug, hè? Hey, always me. Er gebeurt niks als u de politie er buiten laat. U hoort van mij. Dat was letterlijk wat hij zei. Helemaal nergens meer. Allebei niet. Ja, ik heb hem opgenomen. Sorry. Wat hoor ik nou toch? Ja, ik krijg het niet stil. Nee. Koffiemelk, man, dat is te vet. Je vinger is te koud en je bent bij voorbaat gezakt voor het diploma vader worden. Geef maar hier. Hier, maak dit maar even warm. Hoe? Onder je oksel voor mijn part. Help eens even. Ja, kindertje. Heeft oma Berendje weer geen schone luier omgedaan. Oma Berend maakt er weer een potje van mee. Zeg, wat weet ik nou van baby's? Het is een meisje. Kijk nou. Daar was ik nou zelf nooit achter gekomen. Zelfs verstopte vrijgezellen moeten dit kunnen. Ik had het eigenlijk aan Annemarie willen vragen. Nou, dat lijkt me dan niet zo'n verstandig idee. Ja, maar is nauwelijks 2 weken begraven. Ja, dat weet ik ook. Zo. En? Hoe komen we aan dit wurm? Lag in de kofferbak van mijn auto. Hé? Oh? En jij dacht, kom, die neem ik mee. Elk normaal mens zou naar de politie stappen. Ook als dit erbij zat? Louise, help me, alsjeblieft. Ze zit achter me aan. Pas op mijn kind. Ik kom het over een week halen. Zeg het tegen niemand. Geen politie. Wat een raar verhaal.
Misschien is de moeder bang dat de vader het wil ontvoeren? Ze. Meervoud. En waarom in jouw auto? Ik geloof er geen moer van. Dan heb ik het gestolen omdat ik zo graag vader wil worden. Maar dan weet jij toch wel een leukere methode voor. Nee, ik heb alleen moeite met het idee dat dat de moeder is. Je zou het anders kunnen zijn. Ja, dat weet ik ook niet, maar... De moeder zou toch een naam noemen? Pas goed op mijn jetje of zo. Ja. Ze zou toch niet het noemen? Ik kom het halen. Zo praat geen moeder. Ja, maar je geeft toch niet zomaar een wild vreemde? Ze moet me kennen. En jij haar dus ook? Ja, maar ik ken helemaal geen moeders met dit soort problemen. Ik ken überhaupt geen moeders. Behalve Annemarie dan. Maar die heeft niet zulke problemen. Is nou beneden niet iemand die daar even kan passen? Zeg het tegen niemand. Geen politie. Die moeder heeft zich vergist in de auto. Dus het was niet voor jou bestemd? Waar is het gebeurd? Nou, bij het... Ik was eerst koffiewezen drinken bij Chantal en... Ja, het kan eigenlijk overal zijn. Nou, dan zou ik die route nog maar eens afgaan, hè? Dan pas ik wel zo lang op je kleine prinses. Als het maar niet te lang duurt, hè? Als het te heet is, even goed blazen. Jan, met mij. Hé, hey, het kan niet doorgaan vanavond. Ja, het spijt me ook. Nee, dat vertel ik je nog wel. Het kan wel laat worden. Hoezo? Klinkt verleidelijk. Nou, wie weet. Huh? Ja, ja. Nee... Nee. Ja. Yeah. Hey. Ik moet ophangen. Oké? Okay? Ja. Yeah. Ciao.
Amber. Schatje. Hallo, ik ben Marlies Moerman. Oh, sorry, dat is Louise Raymond. Die gaat een week op de baby passen. Nog een lange tientje. Zo? Ik heb nog weken vakantie. Louise is een fantastische oppas. Zo. Nou, zullen we maar. Breng even weg. Hé. Hey. Ja? Als ik je straks maar wel even terugzie op de redactie, hè? Oké. Tuurlijk. Een baby van een maand of vier. Nee, een vage tip dat hij vermist zou zijn, verder niks. Nou, als jullie niks hebben, dan zal het weer een tip van een of andere idioot zijn. Ja, bedankt. Als het te koud is, stop hem even onder je oksel. Dank je. Nou, wat wou je weten? Vooral waarom je die baby overlaat aan dat hysterische mens. Hoezo hysterisch? Ja, hoe ze met dat kind omging. Maar tientje van... Die baby was voor haar bestemd. Ga weg. Ja, die moeder die heeft ons verwisseld. Ik stond vanmorgen op de vaste parkeerplaats van die Louise. Ze is laborante bij het ziekenhuis. Ziekenhuis? Ja, we hebben dezelfde auto, dezelfde kleur, dezelfde type. De zaak is duidelijk. De baby die was voor haar bestemd, niet voor mij. Wat nou? Die vrouw is perfect voor die baby. Is heel goed uitgezocht. Maar niet door een moeder. Waarom niet? Er is iets engs aan het mens. Iets ongezonds. Ik heb trouwens de politie gebeld. Waar het in je hoofd? Geen politie. Oh, met een smoes natuurlijk. Nou ja, er wordt niemand vermist. Ook geen baby van een maand of vier. Mogen we de politie er eigenlijk wel buiten laten? Bandje wil dat. En jij? Waarom zouden we? Je moet een weekje op een baby passen, dat is alles. Ze zitten achter me aan. Ja, kan toch van alles betekenen? Er klopt niks van dat bandje. Geen enkele moeder zou zoiets doen, op zo'n manier. Dan heeft iemand een fantastische primeur in mijn kofferbak gestopt. Ook zoiets. Welke moeder zou dat doen? Dat kind had wel kunnen stikken. Oké. Baby is ontvoerd. Door wie? Door meneer X. Meneer X die is heel slim, want wat is het probleem van iedere ontvoerder? Waar laat ik mijn slachtoffer terwijl ik het losgeld regel? Meneer X die heeft het heel knap opgelost. De baby van Nathan Louise Reeman. Ja, ja, die vertoetelt Martientje wel, ja. Maar van wie is Martientje? Want als we geen ouders hebben, dan hebben we ook geen verhaal. Dat is niet zo moeilijk, die ouders die hebben ze ook. Wat doet een baby tegenwoordig aan losgeld? Een miljoen? Zoiets. Er zijn niet zoveel mensen die binnen een week een miljoen bij elkaar kunnen krijgen. En ze zullen ook niet zo ver weg wonen, want niemand die gaat urenlang rondrijden met een baby in zijn achterbak. Dan hebben we het over een straal van, nou, 50 kilometer. Hoeveel echt rijke mensen wonen er in een straal van 50 kilometer? 100 misschien? Hoeveel daarvan zijn jong genoeg om kinderen te kunnen krijgen? 20? Hoeveel daarvan hebben 4 maanden geleden een kind gekregen? De helft. Hoeveel daarvan was een meisje? 10 gedeeld door 2 is... 5. Heel goed. Maar hoe vind je ze? Nou, heel eenvoudig. Rotary Club, Golfclub, Kraamverkoophandel. Bevolkingsregister, computer, laat maar aan mij over. Nou, zal ik me dan maar op die Louise Reeman gaan storten? Heel goed. De ontvoerder moet haar kennen, dus... Zij kent hem waarschijnlijk ook. En geen politie? Marlies, het is ons uitdrukkelijk gevraagd. Kijk, het lijkt wel een ontvoering, maar er is niemand vermist. Er is geen losgeld gevraagd. Ik kan net zo goed een kanaar zijn. Hallo. Ik kom eens kijken hoe het met de baby gaat. Goed. Heel goed. Mag ik binnenkomen? Ze slaapt. Ik zal haar heus niet wakker maken, hoor. Ja? Woon je hier alleen? Ja.
is boven. Zachtjes hoor. Wie is Martina? Is ze dood? Is dat je man? Hoe is het gebeurd? Auto-ongeluk. Rolf was op slag dood. Ik kreeg Martientje 2 maanden te vroeg. Ze is maar 3 dagen geleefd. Met Berend van Zuilen. Hallo, met mij. Ja. Zeg, die babysit van jou, die is nog maffer dan ik dacht. Ze heeft een kind verloren, Martina. Ben je iets wijzer geworden? Nou, ze verzint van alles, maar ik heb het idee dat ze geen flauw benul heeft waar die baby vandaan komt. Het is een eenzaam type, een beetje zielig. Het kind is toch wel veilig bij haar? Hè? Het kind is toch wel veilig bij haar? Nou, en of. Ze troetelt en waakt als een leeuwin. Alleen een beetje te. Hoe bedoel je? Ik vraag me toch echt af of het gedrag van die Louise wel normaal is. Wie is tegenwoordig wel normaal? Ja. Daarom ga ik maar eens babbelen met haar arts. Dr. J.F.Q. Herema. Klinkt duur. Ja. Ja, hij is schatrijk en erg goed. Tenminste, dat zegt Louise. Ze adoreert hem. Als je mond maar houdt over Louise en die baby. Hé, hey, ik ben niet gek. Meneer de directeur. Dat soort vrouwen is tot alles in staat. Ze hebben een kind verloren door een ongeluk, een miskraam. Ze kunnen geen kinderen krijgen. Daardoor ontstaat een bepaalde obsessie. Dat zijn vrouwen die kinderen stelen. Stel dat ze een kind in bewaring krijgen, dokter. Tijdelijk. Hoe bedoelt u? Een moeder kan bijvoorbeeld even niet voor haar kind zorgen. Of ze moet het een week laten onderduiken. Hoe dan ook, ze geeft het aan zo iemand in bewaring. Maakt de ster hier een algemene reportage over of heeft u een speciaal geval op het oog? Ik bedacht me alleen dat dat een heel veilig adres zou zijn. Zo'n vrouw zou zo'n kind toch volledig verborgen houden? Zeker. Niemand zou het te weten komen. Omdat ze het eigenlijk wil houden? Natuurlijk. Maar dan zou het nogal gewetenloos zijn om haar tijdelijk voor een kind te laten zorgen. Want ze moet het op een gegeven moment toch weer afstaan. Wat gebeurt er dan met haar? Zou ze geestelijk niet volledig instorten? Daarvoor moet u toch bij een psychiater zijn. Ik ben meer een eenvoudig gynaecoloog. Maar heeft u nooit zo'n geval meegemaakt? Ik bedoel, een vrouw met die speciale obsessie die bijvoorbeeld een kind roofde. Nee, alleen maar zijdelings. Komt wel eens voor bij vrouwen die een dood kind baren. Maar nogmaals, een specialist kan u beter helpen. Nou ja, ik weet toch al een stuk meer. Hoe kwam u overigens bij mij terecht? Oh, door iemand die in uw kliniek is bevallen. Zijdelings. Ja. Mevrouw Moorman. Dag, dokter. Berend? Ja? Zou je hier je handtekening even willen zetten? Wil je niet weten waar het voor is? Amnesty? Is alweer een journalist vermoord. Turan Dursun, dat is nummer 34 al dit jaar. Ik heb mijn handtekening toch gezet. Stel je voor dat ze bij jou aanbellen.
Je doet open, je wordt neergemaaid door een machinegeweer omdat je schrijft wat anderen niet bevalt. Nou? Kitty, ik ben aan het werk. Het vermoorden van journalisten is de ergste censuur die er bestaat. Journalist van zijn werk houdt ook een vorm van censuur. Oké. Oké, dank je voor je vlammende protest aan de president van Turkije. Dat prachtige vakantieland dat jij als toerist nooit meer zult bezoeken. Zoals ze zojuist plechtig hebben beloofd. En? Ja. Beetje een dokter waar ik niet veel wijzer van word. Marlies, kom jij heel even? Oh, zo terug. Ga zitten, Marlies. Ik wil eens eventjes met jou praten. Waarover? Die neofascisten van jou. Prima idee. Kunnen wat mij betreft zo op de cover. Dank je. Ja, misschien dat we er samen nog wat aan moeten schaven en zo, maar... Nee, dat zijn de verhalen die we nodig hebben. Spraakmakend. Nou, denk er maar eens goed over na, Marlies. Ik zal het doen. Zeg, en zo gauw je het hebt over die nazi's, laat je me lezen, oké? Ja. Goed. Hé, hey Jan, kun jij even naar een bandje luisteren? Met jou erbij altijd. Waar het niet dat ik een hele belangrijke persconferentie heb en al bijna 8 minuten te laat ben. Nou, zie ik je vanavond bij Chantal. Jo. Nou, ik ben er bijna. Pie 50 kwadraat uitgedund tot nog maar 2 adressen. Echt waar? Mhm. Kijk, die hebben 3 kinderen. Eentje van 4, eentje van 2 en eentje van 4 maanden. Meisje. Mm-hmm. En 1 miljoen op zak. Kast van een huis en een tuin vol weggemoffeld geld. En deze die heeft zijn fortuin verdiend in de horeca. Ook een meisje, van 4 maanden. En wat als die meisjes nou nog braaf in hun box liggen? Gaan we 50 kilometer verderop. Wat ga je doen? Even kijken of ze inderdaad veilig in hun boxje liggen. Goedemorgen, met de Ster. Wij bereiden een reportage voor over de opvoeding van kinderen in Nederland. Nee, ja, uit verschillende milieus. Nee, gelijke kansen en zo. Ja. Bent u bereid om met een van onze reporters erover te praten? Mm-hmm. En de fotograaf is ook geen bezwaar. Nee, ik hoef nu alleen maar even te weten of u bereid bent om mee te werken. Fijn. Goed, dan ga ik dat noteren. Ik bel u terug. Dank u wel. Graag. Dat was dus niks. Paul en Jeanne de Wind. Goedemorgen, u spreekt met de Ster. Wij bereiden een... Bingo. Die zaten daar met smart op een telefoontje te wachten, behalve dat van ons. En wat nu? Telefoontje waar ze wel op zullen reageren. Hé, wat ga je nou doen? Zullen hun baby teruggeven? Kerel van de pers. Haal het bolster van me af. Wil je baby niet terug? Waar is ze? Kalmiste. Die vent zit alleen maar achter een sensatieverhaal aan. Ik weet wie jullie baby is. Waar dan? Eerst dat beest weg. Paul. Nou. Het is een blakende welstand. Oh, ik heb een foto van haar gemaakt. Antoinette.
Het is echt beter als ik eerst ga. U bent verantwoordelijk als er iets misgaat. Is weg. Antoinette. Heb je me mooi van elkaar. En nou? Zouden ze zo langzamerhand de politie niet eens bellen? De pers erbij is al erg genoeg. Nou, ik denk... Aan een mooi slot voor je verhaal. Als jij niet zo'n eigenwijze journalist was geweest, dan had ik nu mijn kind terug gehad. Oh, kijk eens. Wat is dit? Van Antoinette. Stil maar, stil maar. Je wilt het toch zo graag houden? Luister. Dan moet je weg. Gauw. Ze komen het halen. Waar is veilig? Gauw. Dezelfde stem. Maar wat betekent dat? Ze is gevlucht. Met het kind. Maar waarom? Wat wil ze met Antoinette? Ze zal er heus geen kwaad doen. Ze wil er alleen maar houden. Houden? Maar het is haar kind niet. Ja, maar dat beseft ze waarschijnlijk niet meer. Oh, mijn God, help ons. Antoinette is veilig, heus. Waar is veilig? Stil maar, Louise, stil maar. Zo, wees maar niet bang. Hier is het veilig. Martientje, ja, kom maar zo. Ah, zuster, leg haar maar op kamer 16. Ik zorg wel voor mevrouw. Moet ze niet ingeschreven worden? In dit geval zal ik er zelf voor zorgen. Rust is momenteel belangrijker. Zo, kom maar, Louise, kom maar. Ja, alles is goed, Martientje. Hoeveel losgeld willen ze? 1 miljoen. Kleine coupures, ongemerkt, in een leren koffertje. En dat is voor elkaar? Ik neem geen risico's. Hoe konden ze de baby dan ontvoeren? Dat is die stomme kindermeid. Die ligt iedere ochtend te serveren in dat tennishuisje terwijl de kinderwagen tegen een boom geparkeerd staat. Slet. Paul. Maar ze is nog niet van me af, die stomme giegel. Ja, meneer De Wind. Nee, meneer De Wind. Telefoon, meneer. De accountant. Ja? Oké. En blijf vooral waar je bent. Instructies voor het losgeld. Hebben ze de baby? Is er een bewijs? Nee. Maar ik neem geen risico's. Kom eens aan. Ik ga mee. Geen sprake van. Het is mijn verhaal. Het is mijn kind. Als u mij hier achterlaat, moet ik de politie bellen. Paul. U wilde toch geen risico's? Laat hem nou.
Nou, toen naar Bennekom. Van Bennekom naar Oosterbeek. Van Oosterbeek naar een telefooncel in Wageningen. En toen hadden we helemaal niks. Hoezo niks? Dit, je envelop met een adres, uitgeknipte letters. Meidoornstraat 57? Ja, hoe weet jij dat? Het huis van Louise Reeman. Maar daar is die baby dus niet meer. Epiloog, 5:58. De wind terug in Villa Parkzicht, zonder losgeld, zonder baby. En zijn vrouw? Totaal ingestort. Ah, mevrouw Moerman, met Herema. Ik heb denk ik een interessant nieuwtje voor u. Ja, u wilde toch zo graag weten of ik wel eens een geval van kinderroof had meegemaakt? Nou, dat heb ik inderdaad. Ja, vannacht is hier een vrouw komen aanzetten met een gestolen kind. Ja, u moet wel snel zijn. De ouders zijn ook onderweg. Ja, ik kom eraan. Antoinette is terecht. Denk maar niet. Straks. Later. Jullie alweer. Ah, de pers. Nee, geen foto's. Nee, nee. Ach, eentje maar. Het is zo'n aardig moment. En die lui lopen me al heel de tijd voor de voeten. Alles goed met Antoinette? Ja. Ja. Ben jij dat klooien geweest zonder de politie erbij te halen? Marlies, dit is Nicole Korsten van de recherche. Oh, Marlies Moerman. Dag. Kom je nog op terug? Kom op, Nico. We doen gewoon ons werk, net zoals jij. Vertel eens even wat is er gebeurd. Zij melden dat hun kind ontvoerd is. Hm? En even later belt hij dat iedereen te veel heeft. Zo simpel is dat? Ja, zo simpel is dat. Ja? Ja, zo is het wel genoeg. Vreselijk bedankt, dokter. Oh, geef niets, Paul. Dag, Sjane. Genieten jullie maar weer heerlijk van jullie Antoinette. Heel erg bedankt, dokter. En jij ook. Ken je dokter Herma? Antoinette is hier geboren. Dag. Dag. Ah. Hoe kon het kind hier terecht, dokter? Oh, een oud patiënte. Totaal overstuur. Kwam vanmorgen bij me aanzetten. Louise Reeman? U kent haar. Waarom heb je ons niet meteen gebeld, dokter? Omdat ik pas vanmorgen begreep dat het kind niet van Louise Reeman kon zijn. Waar is die vrouw nu? Het spijt me. Ik moet ervoor horen. Ik heb haar wat moeten geven omdat ze volkomen in de war bij me kwam. Morgen misschien. Wat is dat? Tickets. Circus Theater vanavond. Mm. Is dat ja? Oh. Els Buitendijk, hoorspelactrice. Allemaal losse stukjes aan elkaar geplakt door een verzamelaar van hoorspelbanden. Als je goed luistert kun je zelfs de verschillende studio's horen. Perfect. Waarom laat je het haar niet schrijven? Nou, omdat ze niet kan schrijven. Iedereen kan schrijven. Maar hier. Het echtpaar staat slapeloze nachten te wachten. Nou, wat is er nou verkeerd aan? Dat bedoel ik dus. Van de Dokka. Dat kind van zus. Oh. Hey, zeg, dat kind was helemaal niet van je zus, hè? Dat lees je overmorgen dan. Hey. Ja, hier is een van je foto's. Ja. Bevalt me niks. Nou, is toch niet echt slecht? Nee, het verhaal. En vooral niet die Louise Reeman. Het was geknipt voor die baby. Die ontvoerder, die wist dat. Ja, ja. En vooral hoe die er in paniek moest brengen. Waar is veilig? Hij kent haar. Kent zij hem? Zou kunnen. Moet dus onderzocht worden. Ja, hoe Louise slaapt. Maar die blijft niet slapen. Hey. Waarom niet? Ik kan het toch proberen? Laat het dan maar aan mij over. Nee. Dat begrijp je verkeerd. Vrouw tot vrouw, weet je wel. Willemijn? Ik ben even weg. Martientje? Martientje?
Martientje! 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 Martientje is dat! Ik wil maar Martientje! Waar is Martientje? 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 Alles kom. Ik wil even dit zien. Je mag dat zien. Eerst gaat ze slapen, hè? Zo, rustig maar. Goed luisteren naar wat ik je zeg. Je mag zo. Er mankeert niks aan mijn ballen, maar als jij zo doorgaat, dan eindig je wel met een maagsfeer. Journalistenkwalen. Flauwekul. Regelmatige maaltijden meer heb jij niet nodig. Ja, man. Zet een bril op. Hier heb ik alle details over jullie bedenkelijke rol in deze zaak. Wat had ik dan moeten doen? Politie waarschuwen? Als je je verstand had gebruikt, had je tenminste mij gewaarschuwd. Ik krijg een ethische discussie. Ik had je ook kunnen laten halen door 2-potige kerels met een handboeien en gummiknuppels in de cel laten donderen wegens obstructie in het achterhalen van bewijsmateriaal. Dat is leuk voor de voorpagina. Ja, geef me op. Nooit van vingerafdrukken gehoord. Je dacht toch niet dat de ontvoerder je zo gemakkelijk ging maken, hè? Wat dan? Pilsje graag. Een collega van je zou je toch ook zijn? Je weet hoe vrouwen zijn, hè?
Maar zoiets zou toch niemand doen? Hij wel. Wie heeft Louise naar de kliniek gelokt? Iemand in die kliniek? Dat is een goeie. Wanneer is jullie deadline? Morgenmiddag 2:00. Mijn persconferentie is om 5:00. Heerema? Die kliniek van ons staat zwaar in het rood. Heeft de Fiat op zijn nek wegens dubieuze transacties. Ik kan best wel een meeuwtje gebruiken. Iemand die het zo moeilijk heeft, is tot alles in staat. Nico? Wat? Maar Lisa is daar naartoe. Klootzak. Hij moest met die Louise praten. De rechtbank veroordeelde dokter Heerema tot 12 jaar gevangenisstraf wegens ontvoering. De medische tuchtraad sloot hem levenslang uit van de uitoefening van zijn praktijk. De laborante Louise Reeman werd onder psychiatrische behandeling gesteld. Hey, ik krijg er 2. Eentje voor je zus. De volgorde is eerst de hoofdredactie. Yes, sir. En dan pas de redacteur. Prima verhaal. Dankjewel. Ik heb het tegen Marlies. Ja, dat dacht ik al. Zijn ze goed journalisten? Kan alleen niet schrijven. Baby.